Welkom terug bij Café Tinto. Vandaag bij ons in de studio Matt en Paulien. Zij vertelden over een inzamelactie om ook kinderen die het minder breed hebben een leuk Sinterklaasfeest te geven. En samen met Jan-Jacob Hoefnagel spraken we over de Dorcas voedselactie. En we gaan zo dadelijk luisteren naar het indrukwekkende verhaal van Theo van Vreugdeneel, die net terug is uit Irak. Maar eerst willen wij van jullie weten, welke vraag hebben jullie bedacht voor de gasten van morgen? Het is niet morgen, maandag. Maandag, ja. Wij hebben de vraag gesteld, bedacht. Wat geeft jullie hoop? En we hebben tussen haakjes nog erbij gezet, een wijs antwoord AWB. Kijk, mooi. Dus. Mooie vraag. Wat geeft jullie hoop? Nou, we zijn benieuwd. Ik ook. Wat ze maandag daarop gaan antwoorden. Ja. Net zulke mooie antwoorden zijn, of net zulke mooie zinnen als dat er vandaag uitgekomen zijn. He, we hebben al zoveel wijsheid gehoord. Dan wordt het echt een mooie aflevering. En dan moet Theo nog aan bod komen. Ja, we verwachten heel wat, jongen. Ja. We gaan in gesprek met Theo. Jij bent op vrijwillige basis naar Noord-Irak geweest. Niet met een organisatie mee, maar gewoon zelf, met je zwager. Ja. Maar we willen eerst weten, wie is Theo? Oei. Ik heb een aantal tegenstellingen voor jou. Auto of fiets? Fiets. Tijdschrift of boek? Boek. Paulus of Johannes? Dat is een moeilijke. Paulus. Kerk of christen zijn in de praktijk? Ja, die laatste. Christen zijn in de praktijk. Wijntje of biertje? Biertje. Ajax of Feyenoord? Allebei niet. Welke dan? Geen één. Nee, hou je niet van voetbal? Nee. Irak of Nederland? Ja, dat is lastig. Ik woon in Nederland, dus in Nederland, ja. Camping of hotel? Eigenlijk ook allebei niet, maar dan toch maar een camping. Sport of in de bank zitten? Sport. Wat doe je voor sport? Ik kitesurf. Kijk. Ja. Oh. Leuk. Als het waait. Ja. Ja, dat moet het wel waaien natuurlijk. Ja, maar dan zitten we in Nederland goed, dus... Ja. Je bent getrouwd. Al een aantal jaren. Drie jaar geleden. Ja. En je vertelde dat je in een woongroep woont. Ja. Hoe ziet dat eruit? Je komt binnen en dan is het een soort rijtjeshuis, maar dan iets groter dan je misschien gewend bent. Daar wonen, even kijken, moet ik het goed zeggen, 3 stellen, 3 kindjes en 2 singles. En dan zie je een hele grote keukentafel. Dat is een beetje het centrale deel. Wij eten iedere dag gezamenlijk. Dat is een beetje waar we elkaar ontmoeten en waar we de Bijbel lezen en bidden. Dan zie je of iemand beneden zitten die met een kindje bezig is. Of je loopt een kamertje binnen en is iemand heel hard aan het studeren, aan het afstuderen. Nou, eigenlijk allemaal verschillende mensen die er zitten. En als je 's avonds zou komen, dan gaan we met een hoofdlampje op, gaan we op pad naar de vuilnisbakken om eten wat weggegooid wordt, om dat er weer uit te vissen. En dan, daar leven wij van. Dat is best bijzonder. Waarom heb je gekozen voor zo'n vorm om te wonen? Ik heb met mijn vrouw hiervoor in Papua gewoond. En daar merkten we heel erg dat het wonen in een gemeenschap heel verrijkend is. En daar waren we gewoon naar op zoek van... we willen die uitdaging wel eens aangaan. Om heel veel te delen van je eigen leven. En om een stukje individualisme proberen opzij te zetten. En een soort spannende stap, maar bevalt eigenlijk heel goed. Dus, ja. Je hebt gewoon meer mensen ontmoet die dat ook willen. En zo zijn jullie bij elkaar gekomen. Het bestond al. Ja. En er was plaats voor nog een stel. En jullie zijn daar gaan wonen. Nog even terug over dat eten, dat voedsel. Jullie kopen gewoon nooit boodschappen? Melk. Ja, soms skippen we melk. Het heet dus skippen. Je skipt de kassa. Melk kopen we, rijst skip je ook niet zo vaak, rijst kopen we. Nou, soms doen we een grote inkoop bij een biologische groothandel en dan kopen we kikkererwten, havermout, dat soort dingen. Maar is het dan zo dat jullie de kliko's langs gaan aan de kant van de weg en kijken wat daar in zit? Nee, het zijn echt bij een aantal supermarkten bij ons in de buurt. Supermarkten ze hebben natuurlijk een regel, ze mogen niet meer dingen verkopen die... buiten de houdbaarheidsdatum vallen. Die over de datum zijn. Juist. En groente en fruit waar een klein pikkeltje op zit of zo. Dat wordt allemaal weggegooid. En dat is zonde. En officieel kunnen wij daar natuurlijk niet aankomen. Dus je moet het onofficieel doen. Als je hier iets mee wil doen. Mm-hmm. Dus dan inderdaad. En dan hebben jullie toestemming van die supermarkten.
dat jullie in die containers mogen... Ja, het is een beetje een grijs gebied of het toestemming is. Ze weten ervan, er hangen ook gewoon camera's. Maar als we het bijvoorbeeld een keer overdag hebben gedaan, dan staat vervolgens de container 2 weken binnen. Dus dat vinden ze sowieso niet fijn, dat snap ik ook. Want het is natuurlijk klanten en zo, dat is niet zo goed voor je imago. Maar waarom kiezen jullie daarvoor? Is het dan omdat jullie geen geld hebben voor gewone boodschappen? Of dat willen jullie gewoon per se zo? Ja, het is, we streven gewoon naar zo duurzaam mogelijk leven. Omdat in de wereld waarin we nu leven, zijn al die transporten van voedsel zo complex. En we proberen gewoon zo lokaal mogelijk voedsel te kopen. En kijk, wat toch al weggegooid is, hoef je niet nieuw te kopen. Mm-hmm. Dus dat hoeft dan niet uit Frankrijk te komen hier naartoe. Dus dat is het meest duurzaam wat je kan doen. En de verwarming proberen we niet aan te zetten. Hij is nog niet aan geweest dit jaar. Gisteren had ik het wel heel koud. Maar we proberen zo een klein beetje mee te denken, mee te helpen aan de aarde, aan de wereld. Ja, exact. Dat is belangrijk volgens mij. Ja, zeker. En toen kwam je op het idee om naar Noord-Irak te gaan. Hmm. Is dat zomaar ontstaan? Nou, niet zomaar. Het begon eigenlijk bij mijn zwager die dit idee kreeg. We volgden allebei het nieuws wel en je bidt voor vervolgde christenen en zo. Je hebt er natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet zo'n beeld bij. En we wilden echt wat eraan doen. En niet blijven bidden en bijvoorbeeld een heleboel geld gaan geven gewoon. Zodat je ook niet weet waar het terecht komt. Dus toen heeft hij tegen God gezegd, nou als we echt moeten gaan, is een beetje een raar plan. Wilt u het dan bevestigen? En ik heb wel een idee. Als Theo mij deze week belt, dan zie ik dat wel als bevestiging. Nou, wij spreken elkaar niet vaak, alleen op een familiedag. En inderdaad, op een woensdag, ik weet niet waarom, maar had ik behoefte om hem te spreken. Ik dacht gewoon, nou, we moeten ze weer eens een keer afspreken. Hij had nog een boekje van me geleend en ik had hem gemaild enzovoort. Nou, toen belde hij terug van, dat is wel bijzonder. Laten we dit eens gaan onderzoeken. Nou, van het een kwam het ander. Ik lift veel en ik ontmoette toen toevallig een Yezidi. Die komen daar vandaan. Zijn ouders waren op dat moment net gevlucht naar Erbil. Dus dat kwam ook toevallig zo bij elkaar. En we zijn contacten gaan leggen met kerken daar, met voorgangers. En gevraagd van, heeft dit zin? Weet je wel, moet je wel zoiets raars doen? Kun je niet beter via een hele efficiënte organisatie doen? Ja, inderdaad. En zij zeggen van, inderdaad, geld en zo is welkom. Maar jullie aanwezigheid, daar hebben we behoefte aan. Want kerk zei bijvoorbeeld, wij zorgen al 2 maanden lang voor de vluchtelingen. Maar wij raken dat ook wel als een beetje, we hebben ook weer bemoediging nodig. Ja. Dus dat gaf een beetje de doorslag. Het gekke is dat het weer gewoon wordt, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Het is al 2 maanden. Ja. En de media die gaat dan weer over Kobani schrijven, over de ebola. En dat is logisch. Maar de ellende is daar nog steeds. Ja. Dus, en toen? Tickets geboekt. En op Facebook een berichtje geplaatst. Maar gewoon een ticket naar Noord-Irak? Of? Ja, naar Erbil. Ja, dat kan gewoon. Dat kan gewoon? Ja hoor. Ja, wij hebben natuurlijk... Van tevoren had ik ook een heel beeld. Was dat je niet bang? Ja, nee. Aan het begin wel. Maar we hebben gewoon goed research gedaan. En je komt er wel achter dat ons beeld klopt gewoon niet vandaar. Wij denken aan dorpjes met kamelen. Of met allemaal overal oorlog en onveiligheid en... Dat is gewoon niet waar. Hoe ziet het er dan uit? De stad waarin we bijvoorbeeld de eerste paar dagen in een kerk sliepen. Ik heb nog nooit zoveel luxe auto's gezien in mijn leven als daar. Dus, echt waar? Ja, echt. In 5 minuten zag je zeker 10 Ford Mustangs langsrijden. En allemaal hoogbouw, wolkenkrabbers. De economie daar is zeg maar een tijdje terug booming geweest. Nou, hier, er komt nu een foto in beeld. Ja, we hebben een foto. Dat is de kerk waar jullie geslapen hebben? Nee, dit is een andere kerk. Dit is de Bar Youssef kerk. Maar je ziet zeg maar, linksonder gewoon de straat. En daar kun je gewoon lopen, eigenlijk zonder door te hebben dat er iets aan de hand is. Er rijden gewoon taxis, ziet er mooi uit, mooie kerk. En als je dan over het muurtje kijkt, zie je dat daar dus een vluchtelingenkamp is gebouwd. Dat zijn UNICEF-tenten, als ik het niet mis heb. En die kerk zelf ligt dan vol vluchtelingen. En dan ga je er daar dus naar binnen. Word je natuurlijk eerst heel raar aangekeken. Dan ga je praten. Veel mensen kunnen gewoon goed Engels. Best wel hoog opgeleid, de studenten daar. En zo is de situatie. Dus heel schrijnend, maar je moet er... je ziet het op het eerste ogenblik zie je het bijna niet. En dan, als je dan een parkeergarage binnenloopt, zie je ineens 200 man op matjes liggen. In de kou, tussen de auto's.
En dat is gewoon heel apart. Dus het is gewoon een grote stad, luxe stad, waar het leven gewoon doorgaat. En tegelijkertijd, ja... Staat het stil? Staat het... Ja, zoveel vluchtelingen. Ja, ik geloof dat Was je niet bang om iemand van de IS tegen te komen? Ja, ja, het speelt wel eens door je hoofd. Heb je je niet afgevraagd van, wat doe ik dan? Nou ja, één keer zijn we bang geweest. Ik weet echt niet of het terecht was. Maar bijvoorbeeld, we zaten in Koerdistan. En dat is gewoon relatief heel veilig. Er zitten vast IS-sympathisanten daar. Maar ja, het is daar gewoon veilig. En dat hoorden we van veel mensen. Ik heb me ook helemaal niet onveilig gevoeld. Wij sliepen wel in een christelijke wijk. De christenen zelf die vluchten ook allemaal daar naartoe. Ze durven niet meer tussen moslims te leven. Ze zijn echt wel heel bang. Maar één keer, we zijn ook naar Duhok geweest. Dat is echt een moslimstad. Dat was geen christelijke wijk. En daar hebben we ons één keer echt heel onveilig gevoeld. Toen zijn we weggeslopen en heb ik een pastor gebeld uit een ondergrondse kerk. Wat gebeurde er toen? Waarom was je bang? Nou, we hadden een heel goedkoop hotelletje, $10 per nacht. En we zaten nog eventjes met onze vrouwen te appen hoe het ging. En toen kwam er iemand met ons praten. En Albert, mijn zwager, die lette niet zo goed op. Die had al verteld dat hij christen was, dat hij uit Nederland kwam. En dat hadden we daar, denk ik, sowieso niet moeten doen. En nou ja, toen begon hij te bellen met vrienden. Vroegen ze ook niet van, wat doen jullie hier? Jawel. En hij was heel geïnteresseerd. Maar goed, ik vertrouwde het op een of andere manier niet. En nou ja, hij ging bellen met vrienden. En toen hoorden we Daesh, dat is het Arabische woord voor IS of ISIS. En Hollanda, hoorden we de hele tijd terugkomen. En verder spreek ik geen Arabisch. Dus je weet ook helemaal niet of er iets was. Maar omdat je gewoon met die filmpjes in je hoofd zit van de ISIS en zo. Ineens ga je gewoon, word je bang. En toen hebben we gewoon besloten, oké, dan bellen we gewoon iemand van de kerk. En toen hebben we ons matje in de kerk gelegd. En ja, dat was... Die kerk, ook heel bijzonder, dat was jullie contactpunt. Ja, ja. En ik denk, dat had gewoon zo moeten zijn. Misschien hebben we ons echt voor nop bang gemaakt. Dat weet ik niet. Maar we ontmoeten daar in die kerk een jongen van volgens mij 22. We hebben een foto. Nee, dat is hem niet. Oh. Dit is weer iemand anders die we ontmoet hadden. Maar die jongen die wij daar ontmoeten, die had in het Sinjargebergte gezeten. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. We hebben toen moeten vluchten en die zijn omsingeld door de IS. Mm-hmm. Toen hebben een klein groepje Koerdische rebellen heeft uiteindelijk een kleine opening gemaakt. Toen hebben ze kunnen vluchten. Maar super heftig verhaal. En hij is christen geworden 4 jaar geleden door het luisteren naar Transworld Radio. En die jongen hebben jullie ontmoet? Ja, ik denk dat we tot 2, 3 uur 's nachts met hem gepraat hebben. Oh. Dus ja, dat was heel bijzonder. En ja, hij werkte bij het Amerikaanse leger en daar kreeg hij dan een bijbel van een van die mariniers, zeg maar. Dus, ja, hij wil nu theologie gaan studeren, maar goed, hij zit daar ook klem, want hij is christen geworden. Hij was Yezidi, dus hij heeft het nog niet tegen zijn familie verteld. Hij wil dolgraag Irak uit, net als iedereen daar eigenlijk. Dus ja, toen dachten we echt, wat voor mietjes zijn wij dat we net weg zijn gelopen en een beetje achter ons hebben gekeken en straatje een hoekje om. Terwijl deze jongen, die is heel zijn leven, wordt hij al opgejaagd. En ja, dat is wel dat is heel apart, dat contrast. Ja, je bent eigenlijk pas net terug. Ja. Je bent er een week gebleven samen met je zwager. En ik vroeg het net al aan je, in hoeverre heeft het je veranderd? Ja, mijn wereldbeeld is een beetje veranderd. Dat het gewoon nog complexer is en nog... Er is gewoon zoveel ellende. En je hoort een getal van zoveel vluchtelingen daar en daar. En daar heb je gewoon geen voorstelling van tot je het ziet. Dat zal je ook hebben in zo'n sloppenwijk. Fotootjes en film, dat doet wel wat met je. Maar als je daar loopt en je voelt gewoon dat verschil... Als je er echt bent. Ja, Duhok bijvoorbeeld, ja, dat is een fotootje van zo'n kamp. Ja. Op een duur gaat het regenen. Ja. En dan zie je gewoon, de hel breekt gewoon uit. Want alles wordt smerig en er is dan een opaatje die dan niet uit zijn tent kan. Nou, die zit daar koud te kleumen en ja, dat gun je gewoon niemand. Nee. Helemaal als je weet dat zij gewoon ja, een mooi leven hadden in hun dorp. 2 auto's, een winkeltje, 350 schapen. Nou, bijvoorbeeld, dat is die man die je net zag. Ja, die had een prachtig leven. Maar word je dan niet door zo'n man, als wat je nu zegt, als ramptoerist gezien? Aan het begin wel, ja, dat klopt. Dus dan denken ze, oh ja, neem maar een fotootje en ik vertel mijn zielige verhaal.
en dan mag je weer weg. Dat was heel sterk. Ja. En ik denk dat dat ongeveer een kwartier duurde. En dan kwamen ze erachter dat wij gewoon een avond lang met hun samen wilden zijn. En dat we hun verhalen wilden horen. En op de deur zag je echt, dan voelde je van, oh, ja, hier zie je een fotootje. Oh, met die familie gingen we eten. We werden uitgenodigd voor het eten. En ineens veranderde het gewoon. Zo van, oh, maar jullie komen niet een fotootje nemen. Jullie komen niet hier een zak geld leggen. Maar je wil met ons zijn. En dat was echt heel mooi. Dan, zij krijgen eten. Ja, ja, de eerste levensbehoeften die zijn gewoon goed geregeld daar. Ja. 2 maanden geleden was dat een groot probleem. Door allemaal wereldorganisaties? Die. Onder andere, dit is in de wijk Enkawa. Dat is een christelijke wijk. En eigenlijk, de grote organisaties zijn daar al weg. Omdat de kerken al heel veel doen. Dus dat is op zich heel mooi. De kerk, deze familie bijvoorbeeld, de kerk huurt, dit is een leeg winkelpand. En dat huurt een kerk voor hun, zodat ze daar mogen verblijven. Er komt gewoon eten, 2 keer per week. Het is niet voldoende en ze zouden natuurlijk anders willen. Maar op zich, de eerste levensbehoeften zijn gewoon zijn daar geregeld. En dan ga je buiten de stad kijken, in de kampen. Ja, daar is het gewoon nog een tikkeltje erger. En daar zie je dan dus ook UNICEF, UNHCR, al dat soort organisaties bezig. Want je zei al, ik voel me nog moedelozer nadat ik geweest ben. Heb je nou niet zoiets van, ik wil voor een organisatie gaan werken en ik wil nog meer zien en ik wil er nog meer naartoe en ik wil nog meer mensen aansteken om te bidden? Nee, ik geloof dat het was de 5e dag dat ik het gewoon ook niet meer trok. Dus toen zei ik ook tegen Albert, mijn zwager, van nu is het even klaar. Het was 3 uur 's middags. We hadden met kinderen gespeeld en we hadden nog familie bezocht. En ik zei, ik trek het gewoon niet meer. Dus toen zijn we gewoon naar onze kerk gegaan. Toen hebben we geholpen daar een hele groep jongeren waar ik was kleding aan het uitzoeken. Omdat je op een duur gewoon vol zit. Je kan gewoon niet meer empathisch reageren. Jacob, heb je daar ook een tip voor? Hoe laat je dat los? Ja, door te accepteren dat je het geen plek kunt geven. Dat klinkt misschien heel filosofisch, maar het is wel zo. Kijk, Je moet jezelf misschien afvragen van wat heb ik uiteindelijk bereikt daar? Dat kun je allemaal afvragen. Dan kun je het op een weegschaal gaan leggen. Maar je kunt ook gewoon accepteren dat het zo is. En dat het dus onrechtvaardig is. Juist. Het klopt gewoon niet in de wereld. En dat is zo moeten moeilijk. We dat accepteren? Nou, nee. Maar dat betekent niet dat je de ellende van de hele wereld op je schouders kunt nemen. Je kunt heel praktisch doen wat van jou gevraagd wordt. Je kunt heel praktisch je naasten helpen als Jezus dat zo zegt. Kijk, als Jezus zegt, de armen zijn altijd bij u, bijvoorbeeld. Ja, dat wil niet zeggen dat we ze maar niet hoeven te helpen. Want je zal maar een van die armen zijn, hè, die aandacht krijgt, die hulp krijgt, die nodig heeft. Dus ja, mijn tip van de dag. Komt-ie. Accepteer dat je het geen plek kunt geven. Ja, dat is een goeie. En het lukt me niet, inderdaad. Ik kan het geen plek geven. Je wil dingen oplossen en je komt erachter dat de oorzaken nog gemener zijn dan je dacht, weet je wel. Olie zit erachter, er zit macht achter. Wie, weet je wel, er wordt nog steeds, wij rijden misschien wel op olie van de IS. Ik bedoel, Turkije koopt die olie voor $20 per vat. Wie zegt er dat Shell dat niet weer via Turkije koopt? Dus het ligt zo complex, inderdaad, dat je gewoon, volgens mij, waar ik een beetje nu op uitkom, is je naaste die je hebt, nou, dat is in dit geval mijn buurt, waar ik heel veel mensen ken die het echt ellendig hebben, ja, daar ga ik me gewoon op focussen. En misschien moet iemand anders gaan die nog even die shock nodig heeft of zo. Wat kunnen wij doen? En de mensen thuis? Ja. Lastig. Aan de ene kant denk ik, weet je wel, wij hebben het zo breed. En bidden misschien? Ja, zeker weten. Tuurlijk, want dat zijn onze broeders en zusters. Want jullie zijn geïnterviewd door HP De Tijd. Ja. Er komt een interview in te staan. Ja, die staat online ook. Oké. En je hebt het zelf ook opgeschreven, je ervaring? Ja, wij schrijven wat artikelen en die verkopen we gewoon freelance. Om ook weer het geld dat we verdienen, dat kunnen we dan weer naar de vluchtelingen overmaken. En je wil ook wat met je verhaal, de beeldvorming. We gaan proberen het artikel van HP bij ons op Facebook te zetten. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Heb je nog nagedacht over een gebedspunt? Ja, bid voor de christenen daar. Maar eigenlijk denk ik,
ik merkte gewoon dat heel mijn omgeving mij een soort eventjes op een voetstuk plaatste. En je krijgt van die heroïsche opmerkingen op je Facebook. En ik dacht, waar komt dat vandaan? Het lijkt wel alsof veel christenen of veel mensen gewoon te weinig zelf doen. Of te weinig, dit soort voorbeelden. En dan ga je dus anderen helemaal, dan is dat ineens een held. En tuurlijk, ik snap dat. Ik zou dat zelf ook doen. Maar misschien geeft het aan dat we als kerken en als christenen ook een beetje verleerd zijn om gewoon zelf anders te leven. Je hoeft niet met z'n allen naar Irak, natuurlijk niet. Maar nee. Dan is dit bijna gewoon, denk ik. Zoiets, een gekke daad waarin je kleine dingetjes doet, ja, dat moet eigenlijk normaal zijn voor een christen, denk ik dan. Ja, inderdaad. Mooie gebedspunten. Matt en Paulien, jullie vroegen gebed voor de jongeren in Bunschoten-Spakenburg, die jullie als voorbeeld hebben. Blijkbaar, ja. Heel mooi. En Jan-Jacob, jij vroeg gebed voor de mensen die honger lijden over de hele wereld. Wij willen u vragen, al is het maar kort, te bidden voor deze punten. Ik vond het gezellig. Heel erg bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. We wensen jullie nog een hele fijne dag en heel graag tot morgen.